Gooise moeder Pauline Wingelaar en haar man Harmen hebben al twee jongens. Ze maken er geen geheim van dat ze nog steeds een wens hebben voor een derde kindje. Ik ga vandaag met haar praten en zij gaat me alle ins en outs vertellen over haar bevallingen en in het traject waar ze in zitten. Hallo! Net thee aan het zetten, wil je een bakje koffie, Anders? Heerlijk. Of thee mag koffie. Ook. Wat jij een cappuccino. Cappuccino. Word ik heel blij van. Ga zitten. Dit zijn Diet en Ella. Nou, dag lieve Diet. Ik heb niet opeens een dochter erbij, als je dat soms denkt. Nou, ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Nee, het is mijn oppaskindje. Je oppaskindje. Nou, maar gelukkig, want dat wist ik natuurlijk, heb ik voor jullie een cadeautje. Kijk eens, lieve schat. Wat lief. Deze is voor jou. En kijk eens, lieve schat, die is voor jou. Deze is voor Rijn. Super lief. Rijn is spelen bij een vriendje. Die vindt het hier saai. Oh, echt waar? Ja, zijn vader zei nog, weet je het wel zeker, Bobby komt. Krijgen jullie zomaar een cadeau? Oh, wat is het leuk, een puzzel. Wat zeg je dan? Oh, en Ella, wat heb jij voor koels? Een boek. Zeg je dankjewel? Ook niet. Nee. Weet je? Ja, en geest is ongelijk. Weet je, in het gooien is het gewoon allemaal vanzelfsprekend dat je gewoon heel vaak cadeaus krijgt. Ja, dat dacht ik al. Zeg je gewoon geen dankjewel meer. Nou, jullie hebben natuurlijk Reinier en Diederik. Echt twee heerlijke jongens. Maar wisten jullie altijd van tevoren al dat je zwanger wilde worden? Wij wisten dat zeker. In de puberteit wist ik eigenlijk al, ik heb één doel in het leven, dat is moeder worden. En werd je snel zwanger? Of? Nee. Nee, dus dat was wel een beetje een domper. Want ik riep altijd, ik wil een elftal. En ik wist altijd al dat ik een onregelmatige cyclus had. Dat je totaal niet weet wanneer je je eisprong is of vruchtbaar bent. En het waren super lange cyclussen, dus toen ben ik vrij snel naar de huisarts gegaan. En die hebben me meteen doorverwezen naar de gynaecoloog. En die zei meteen, ja, ik zie het meteen. Ik had te veel eitjes, dus dat heette polykystueuze eierstokken. Dus eigenlijk te veel blaasjes op je eierstokken. Dus, dus dan heb je weer te veel eitjes. Ja, ik heb, en daar zijn ze lui. Ze denken allemaal, weet je, ga jij maar lekker groeien. Dus oh, ze worden lui. Ik denk, dan krijg je gewoon, dan heb je kans op een herneming. Ik krijg elke maand weer bij elke echo die ze maken te horen, oh meid, wat heb je toch een mooie voorraad aan eieren. Dan denk ik, ja, helaas. Ja. Het is wel voor, als je ouder wordt bijvoorbeeld, krijg je steeds minder eitjes. Dus dat is het enige voordeel. Ze zeggen dat wel, dat ik daardoor tot laat... Ja, dan kan jij nog heel tot laat kan proberen, ja. Nee, dus het ging niet vanzelf. En toen uiteindelijk eerst begonnen met hormoonstimulerende tabletten. En die sloegen bij Rijn niet aan. En toen zeiden ze, nou, we gaan overstappen op injecties. Maar toen was net in de periode dat ik ging trouwen. En toen zei ze, joh, weet je wat we gaan doen? Jij gaat helemaal niet die injecties spuiten als jij nu leuk naar Italië gaat voor je feest, voor je huwelijksfeest. Jij gaat gewoon even genieten hiervan. En als je terugkomt van je vakantie, uit Italië ook, plakten we er achteraan. Gaan we beginnen met die injecties. En ik zie me nog staan op de markt in Italië. En ineens dacht ik, huh? Volgens mij word ik ongesteld. Maar dat kan helemaal niet, want dan ben ik net geweest. En toen dacht ik ineens, hé, misschien is dit wel die eisprong wat ze overal... En toen zei ik, Harmen, meekomen! Nou ja, en de rest is history. Ik kwam terug en toen kreeg ik een echo. En toen zei ze, toen zag ze niks. Dus zei ik, denk dat je inderdaad een eisprong hebt gehad. Bloed prikken en ik ging weg. En toen belde ze me op. Ze zei, ik weet niet wat je hebt gedaan in Italië, maar... We vinden het, nou, zijn verbaasd, maar je bent zwanger. Ja. Jeetje. Hoe voelde je je? Heerlijk. Ik behoor tot de type vrouw die zich super sexy voelt. Ja? Ja, ik vind het natuurlijk irritant dat je bepaalde dingen niet mag eten en dat je misschien geen borreltje mag. Maar ik ben altijd onzeker over mijn lichaam, vooral met mijn buik. En dan mag ik ineens hele strakke dingen aan en met die buik naar voren staan. Ja, want je bent wel blij dat je die buik uiteindelijk gaat zien. Ja, en die hormonen is ook bij mij, ik ben heel vrolijk. Ja, ik zou zo weer doen. Zullen we even lekker gaan zitten, Anders? Gaan wij doen. Maar goed, dus toen... Nee, ik was aan het einde van mijn zwangerschap. Ik had mijn nagels nog geregeld. Ik ga mijn haar nog, en naar de kapper gaan. Dat had je allemaal al gedaan? Gepland, nee, allemaal nog gepland. Oh, gepland. En ineens, s'nachts, werd ik wakker. Ik dacht, ik plas in mijn broek. Ineens, ik sta beneden aan de trap en toen... Woef, echt? Net toen, als in de film? Ja, toen braken mijn vliezen. Wacht, ik heb hier een boekje er ook van. Kijk of ik het kan vinden. Toen braken mijn vliezen, we hebben gebeld. En toen dacht ik, oh, wat erg. Ik bel je nu wakker, zei ik. Ik zeg, maar ik weet het heus wel hoe het moet. En toen zei ze, maakt niet uit. Je weet in ieder geval dat de bevalling gaat nu beginnen. Ga lekker naar bed toe. En morgen na de ochtendronde kom ik even kijken hoe het met je gaat. Toen zei ik, is goed. Maar ik dacht ineens,
Mijn nagels, mijn haar, mijn benen, alles moet nog gedaan worden. Toen zei ik tegen Harmen, ga jij weer terug je bed in? Zei ik ga gewoon even op de badkamer mijn ding doen. En om 4 uur braken mijn vliezen. Nou, en ik heb alles gedaan, ontharingscreme. En vriend van mijn vader zei nog, hij werd bijna kaal geboren. De kaal hokje. Kind! Dus ik overal aan de slag met alles. En ik sta onder de douche om mijn haar uit te spoelen, om mijn haar te wassen. En ineens merkte ik aan mijn ademhaling als een soort van leeuwin. Toen dacht ik, hè? En ik dacht, oh, het moet volgens mij naar de wc. En ik dacht dat het uit alle gaten kwam. Dus ik rende naar beneden. Nou ja, en ik zit op de wc. Ik kom de wc af. Nou, en ik kreeg een bak met stront, maar een bak met weeën over me heen. Ik ben gaan kruipen, Bobby. Ik ben gaan slaan. En toen dacht ik alleen maar, waarom heb ik geen Harmen? Die was boven zwaar in coma. En ik was ik had zoveel pijn. En ik dacht zo, wat is dit? Zoveel pijn. Ik had niet eens de kracht en de energie om hem te halen. Toen ben ik nog met handdoeken gaan gooien. Toen zei ik, duik in je weeën. Deze weeën. Ik weet ik wat ik allemaal gehoord had. Deze week komt nooit meer terug. Wat kort jakjes. Nee, je moet dat kind uitdraaien. Weet ik veel. Ja. En ik dacht alleen, ik was in blinde paniek. Ik dacht, wat is dit? Dus ik ben naar boven gekropen. Zei ik, Harmen, je moet nu bellen. En die werd in zijn slaap weer wakker. Het staat echt zo in mijn geheugen gegrift dat hij heel geïrriteerd dat dekbed zo, zei hij. Nou, dus hij bellen. Hij zei, ja, met Harmen Bisschop van Tuinen. Ja, nee, de man van Paulien die zojuist belde dat de vliezen gebroken waren. Ja, ik heb momenteel een hysterische vrouw op de grond van aan het einde van mijn voeteind zitten. Ook heel geïrriteerd. En ik kwam binnen. Toen zei ik alleen maar tegen haar, ik moet poepen. En toen zei ze, ja, dat dacht ik al. Kom jij maar even liggen. En toen ging ik liggen. En toen ging ze voelen. En toen zei ze, ja, dat dacht ik al. Je hebt 10 centimeter ontschuiting. Je bent al aan het bevallen. Je hebt al persweeën. En toen dacht ik, huh? Nu al? Is dit het? Is dit het, ja. Ja, dat dacht ik echt. Dus ze zei, we gaan het hier doen. En toen zei Harmen, nou, dat dacht ik dus even niet. Ook zei je dat? Ja, want die dacht, ik moet de schilders meteen inhuren hier. Die dacht dat het tot het plafond het bloed zou zitten. Ik zal eventjes in mijn eigen bed. Nou, ik had ook echt een dikke pens, hoor. Maar goed, heerlijk. Oh. Maar goed, dus toen kwam de tweede bevalling. Ja. Hoe ging die? Ja, nou, dat ging lekker op vakantie. Het was gewoon echt een leuk souveniertje wat we mee terugnamen. Dus we staan in de supermarkt en ineens dacht ik, kramp. En weer weg. Kramp. En weer weg. Ik denk, potverdikke me. Dus ik ging printscreens maken. Echt een soort van oer-instinct. Van de tijd. Toen ging ik na 20 minuten, half uur terugkijken. Toen dacht ik, holy moly, dus om de 3 minuten heb ik een kramp. Dit zijn weeën. Dus we komen aan in het ziekenhuis. En we komen binnen. Die hele wachtkamer zat vol. En nou, er zat een vrouw achter het loket, een oude Italiaanse dame. En Harmen zegt, do you speak English? En de eerste woorden die zij zei, ah, no, no parle l'anglais. Scuse. Oh my god. Begint de hel hier, dacht ik toen. Ik zat nog steeds in mijn linnen pak met mijn bikini. Ja, ik kan wel een foto laten zien. En het is eigenlijk leuker. Oh, dit is deze. En toen ik het t-shirt van Harmen aangedaan en ik maar, ik moest naar de arts toe meegenomen, werd naar de gynaecoloog en die ging voelen. Of de verloskundige, weet ik veel. En ik zie het nog voor me dat Katinka de ogen er zo uitvielen. En toen zei ze, oh kind, je bent ondanks de weeënremmers heb je al ruim 5 centimeter ontsluiting. En je gaat nu bevallen. Nou, dit was dus nog tijdens de vakantie. En een dag later, ja, ik stuurde dus 29 juni dat ik helemaal in paniek, misselijk. Ja. Ik kramp in mijn buik. Ik dacht, de bevalling is begonnen. Nou ja, en dit was dus de dag erna in het Italiaan. Nou, dus ik had, wie is dit? Dat ben jij toch? Ja. Ja, je bent geboren in Italië. Ja, het was heel bizar, want ik beval niet normaal. Ik beval makkelijk, maar niet normaal. Nee. En nu dan, ja, je hoopt natuurlijk van de derde dadelijk zwanger te worden. Ja, goed, je bent er hartstikke open over. Ja. Dat je ook met dit traject bezig bent. Ja. Ja. Is dit voor jou belangrijk? Nou, weet je wat het is? Ik heb natuurlijk wel altijd een grote mond. Maar ik kan er makkelijk over praten, omdat ik mezelf al moeder mag noemen. Ik ben al gezegend met 2 kinderen. En daar geniet ik met volle teugen van, hoor. Het schiet er ook wel eens door mijn hoofd heen. Waarom heb ik dat plaatje van 3 kinderen toch in mijn hoofd? Misschien moet ik het los gaan laten. Nee, maar goed, als dat eenmaal in je zit en je wil dat graag. Ja. Dan heb je er in ieder geval dadelijk alles aan gedaan. Precies, misschien voor mijn eigen gevoel dat ik er alles aan gedaan wil hebben, ja. Ik kan hier nog uren over doorkletsen met jou. Nou, ik hoop dat je een keer mag uitnodigen voor het bevallingsverhaal van een derde. Nou, dat hoop ik ook. Ja. Nou, ga je erbij zijn? Ik ben er gewoon bij.